Dag YouTube, 22 september vieren we in Hergestad in het jeugdhuis de Mea Culpa Party. Nu vraag je je af, van waar komt die naam Mea Culpa? Mea Culpa staat voor het Latijnse woord sorry. Ik heb er spijt van. En heel wat dingen in ons leven doen we het wel verkeerd. We zeggen dingen, we doen dingen waar we spijt van hebben, waar we andere mensen mee kwetsen. En de eerste stap is dan sorry zeggen. Ik heb er spijt van. Op de borst slaan en zeggen, ik wil dat het terug goed komt. En als je tot dat besef komt, als je een beetje nagedacht hebt over het leven, dan denk je soms, ja, ik heb die stap durven zetten. En als je dat doet, dan heb je een moment dat je je terug rustig voelt, dat je terug vredig voelt. En dat moet gevierd worden. En misschien is het belangrijk dat de Mea Culpa Party ons een beetje doet nadenken over hoe staan we in het leven, hoe staan we ten opzichte van anderen en kom dat vieren. 22 september, we hebben geweldige DJ's, we hebben fijne mensen die jullie graag bedienen, lekkere hamburgers en drankjes en zo verder. Alle redenen zijn goed om te vieren, maar het is heel belangrijk, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, soms even nadenken over het leven. Liefde is belangrijk. En het leven is te kort om met ruzie en haat door de wereld te gaan. Daarom starten we ook in Hergestad met de Vredesmars. Om 7:30 na de mis van 5:00, die we ook opdragen aan de vrede, willen we op stap gaan. Willen we met kaarsjes door de straten van Herk gaan, Maria meenemen, de koningin van de vrede, en op die manier onszelf en de hele wereld oproepen om deel te nemen aan vrede, wat toch zo belangrijk is in deze tijd. Ik hoop dat jij er ook bij bent. I'm supposed to be waiting on him, but hoping they can say it. I do whatever, we never, never forgot I said it.